Soms moet je investeren in de toekomst, zei ik streng. Ja. En dat is met dit product. Ja. Je betaalt er wat voor, 150 ja, euro. Ja, dicht bij de 150, 147. En dat is best veel geld. Maar elke euro wel besteed. Ja, als ik het vergelijk met ingrediënten van andere crèmes, dan is die eigenlijk, kom je met de hoeveelheid ingrediënten die erin zit, kom je nergens anders onder de 300 euro uit. Voor de hoeveelheid peptiden die je hier krijgt, want er zit 18% peptiden in deze crème. Dus een vijfde van deze fles is werkzame stoffen. Dat is redelijk ongekend. En het fijne van peptiden is dat die echt wat voor je huid kunnen doen. Het is een cosmeceutical ingrediënt. En peptiden kunnen op verschillende manieren werken. Ze kunnen de neurotransmissies naar je spieren onderbreken, zodat je frons iets minder intens wordt, dus dat je ook minder rimpels opbouwt. Maar ze kunnen ook werken als een collageeninjectie die heel langzaam werkt. Steeds meer collageen aanmaken. En dus het is wel een crème waar je echt resultaat ziet. Je ziet ook dat het verslapping gaat er tegen. Er zitten peptiden in die tegen glycolysatie werken. Dus dat is die suikerverharding waar je uiteindelijk dus, waardoor je gezicht als een soort nachtkaars naar beneden glijdt. Dat is verhardingen. En ook die gaat er tegen. Dus op heel veel verschillende manieren werkt die voor een jongere huid. En daarbij die basis die je ziet waarom die wit is, dat is zijdeproteïne. Zo zacht en zo geweldig. En dat voel je ook meteen op je huid. Na 2 dagen heb je ook dat. Je voelt gewoon je huid zijdeachtig worden. Ja. Dat is natuurlijk heel fijn. Zoals ik al zei, elke euro gewoon meer dan waard. Ja.